voor Business Park Schiphol Trade Park in Hoofddorp, een ontwikkeling van SADC, maakt KWS Infra Amsterdam Herugewaard gebruik van een unieke asfaltconstructie die voor 100% bestaat uit gerecycled asfalt. Dit asfalt wordt geproduceerd met het HERA-systeem van KWS. Schiphol Trade Park is het eerste businesspark van Nederland met een asfaltconstructie waarvan zowel de onder-, tussen- als de deklaag bestaat uit 100% gerecycled asfalt. Het gebruikte asfalt wordt gerecycled bij de asfaltcentrale Rotterdam in het HERA-systeem. Hier achter mij zie je de basisgrondstof, 100% oud asfalt, gebroken van freesasfalt en brokken die ergens van de weg afgekomen zijn uit deze regio vandaan. En het is een kant-en-klaar product wat we alleen nog maar in de HERA-installatie opwarmen, verjongingsolie erbij stoppen en dan 100% terugbrengen naar de weg. En je ziet hieronder het brandersysteem van de HERA. HERA is een indirecte verwarming, dus hier beneden wordt heet gas gemaakt door de aardgas te verbranden. En dat gaat uiteindelijk door die boventrommel heen. Je kijkt nu in de asfaltbuizen van de HERA. Dus het asfalt gaat door deze buis heen en het hete gas dat gaat aan de buitenkant langs die buizen. Even ter verduidelijking, normale asfaltcentrales die barbecuen, er zit een vlam in de trommel die dus het materiaal direct heet maken. En dit is eigenlijk een soort woksysteem, dus een brander die het staal warm maakt en het staal maakt het asfalt warm. En dat geeft dus gewoon veel minder schade aan het oude asfalt, waardoor het veel duurzamer is en dat we ook veel minder emissies hebben van schadelijke stoffen. Nou, je ziet hier de buitenkant van de HERA. Je ziet ook dat die volledig geïsoleerd is. De buitenkant draait niet. De trommel draait dus helemaal in een isolatiepakket. Dat zorgt er ook voor dat we dus heel energiezuinig zijn en weinig gas nodig hebben om het asfalt heet te maken. Zoals je achter me ziet zijn we vandaag aan het asfalteren op Schiphol Trade Park. Dit doen we met ons nieuwe HERA mengsel. Dit mengsel bestaat uit 100% hergebruikt freesmateriaal. Het bijzondere aan dit mengsel is dat we met 100% hergebruikte materialen dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden als onze conventionele mengsels. In totaal gaan we ongeveer 13.000 ton asfalt aanbrengen op dit werk, waardoor we een grote bijdrage leveren aan de circulaire doelstellingen van SADC. SADC heeft met de ontwikkeling van Business Park Schiphol Trade Park in Hoofddorp de ambitie om het meest duurzame en innovatieve businesspark van Europa te zijn. Het gebruik van 100% gerecycled asfalt past perfect bij deze ambitie van SADC en is een mooie bijdrage in de duurzaamheidsmissie van KWS. Een 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit.